Wie hebben we hier? Dit is Treintje Oosterhuis. Dit is niet de vrouw die is aangereden door Klaas Dijkhoff. Maar dit is Treintje Oosterhuis. En dit is, dames en heren, voor die kijken. Dit is een van onze allerbeste zangeressen ooit in Nederland. Maar ze heeft helaas de verkeerde jurk gekozen. En in Nederland draait het helaas om vorm en niet om inhoud. Nou, wie hebben we hier? Ja, pakken ze onze banen in. Ik heb een jongen thuis, mijn zoon, mijn pleegzoon. Die is 21, die wil dolgraag werken, die krijgt geen werk. En hun krijgen over 4 maanden straks werk. Waar zijn we dan mee bezig? Maar wie zegt dat zij over 4 maanden werk krijgen? Dat heb gestaan op Facebook. Ja. Nou ja, dit is een, dit is een sentiment waar we ook respect voor moeten hebben. Dat meen ik oprecht. Ik bedoel, dit is de angst van mensen. De vluchtelingen pakken onze banen in. Maar daar kan ik heel kort over zijn. Dat is werkelijk nog nooit gebeurd. Het is nog nooit gebeurd dat er iemand ook een ochtend op zijn kantoor kwam en dat er al iemand zat. Dat is werkelijk nog nooit voorgekomen. En dat jij naar je baas gaat van, wat is dit? Ja, hij zat er al. Ja, hij was hartstikke vroeg. Volgens mij slapen ze hier voor de deur. En dat je dan helemaal naar die vluchteling toe moet van, wat is dit? Ja, nee, ik zit nu hier. Ik zit nu hier. Ik nu data invoeren in de computer. Kijk bij tietjes. Nee, dat is nooit gebeurd. Laten we even kijken naar de volgende manier. Kijk, dit is Hans de Boer. Dat is de baas van de werkgeversorganisatie. Dat is wel iemand die je baan zou kunnen afpakken. En daar, voor dit soort mannen moet je oppassen. Dit is de baas van VNO-NCW. En deze meneer, Hans de Boer, die heeft dit jaar over de mensen die in uitkeringen heeft hij gezegd dat zij lakbekakken. Dat zij lakbekakken. En die moeten maar eens gewoon hun handen uit de mouwen steken. En die moeten niet zo zeiken. Nou, dan kwam hij ook uiteindelijk weer de dag daarna ook terug. We gaan even kijken naar zo'n lakbekak. Kijk, wat je moet weten in Nederland, lieve mensen, als je niks meer te doen hebt, als je overal bent weggestuurd, dan moet je de politiek in. Nou, en dat heeft deze labberk ook heel goed begrepen. Dus deze man gaat Nederland vanaf nu redden. Als je de politiek wil leren kennen, dan zal ik je een hele snelle snelcursus geven. Als je een politicus dit hoort zeggen. Daar kan ik u geen informatie over geven, omdat ik die informatie niet heb. Dat betekent dat hij alle informatie heeft, maar dat hij een doofpot aan het zoeken is om het keihard in te duwen. En als je een politicus hebt die dit zegt. Ik heb de Kamer niet verkeerd geïnformeerd. En nou, daar kan ik het bij laten. Dan bedoelt hij, laat me met rust, ik wil met pensioen. Nou, dat hebben we uiteindelijk gedaan, we hebben hem laten gaan. We gaan kijken naar de volgende persoon die je moet onthouden. Dit is Danny Blind. Alles wat deze man aanraakt, verandert in een eigen doelpunt. Dit is Danny Blind. Dit is met afstand een van de slechtste bondscoaches aller tijden. Dit is een man die net als de vluchtelingen weet hoe het is om op een zinkend schip te zitten. En hij heeft ons helaas niet naar het EK kunnen brengen. We gaan even kijken naar een andere manier die je moet onthouden. Kijk, dit is Bert van Marwijk. En dat is juist weer een van de meest succesvolle bondscoaches die we ooit in Nederland hebben gehad. Maar die werkt nu in Saoedi-Arabië. Dat is een ongelooflijk leuk land. Hè? En waar de mensen hartstikke goed met elkaar omgaan. En Bert van Marwijk die zit daar puur voor de sportieve uitdaging. Nou, dat noemen wij in de volksmond een gelukszoeker. Goed, we gaan naar de volgende manier die je moet onthouden. Dat is Johan Cruijff. Die is God. Dat wil zeggen, hij heeft ooit bepaald hoe het allemaal moet. En daarna heeft niemand hem ooit meer gezien. Nou, we gaan naar het laatste beeld van dit jaar. Dit is een wolf. En er was een wolf in Nederland en dat was enorme hectiek. Maar gelukkig mocht de wolf blijven omdat hij deelnam aan het publieke debat. Maar dit is een wolf en daar zullen we ook in 2016 helaas voor moeten oppassen. Soms zijn de wolven alleen, dan zijn het lone wolves. Soms zijn ze in een kuddetje. Ze zijn onder ons, helaas. We moeten waakzaam zijn, maar laten we hopen dat 2016 een positieve jaar wordt. Jan-Jaap van der Waal!